In de vorige aflevering liep ik hier beneden en zag ik, terwijl ik de actieheldsprongteur bevrijd, dat ik deze nog moet bevrijden. De detective. Dus doe een duimpje omhoog voor Detective Pikachu. Abonneer als je van Nintendo houdt. En geniet gewoon van deze video, want daar is ze weer. De detective sprongteur die moet hier namelijk ergens zijn. We moeten even aanwijzingen gaan zoeken. Nee, deze heeft hem niet gezien. Heus niet echt waar. Ik geloof jou niet. Ik geloof jou niet. Anders zou je niet een dubbele ontkenning doen. Of bijna een triple ontkenning. Zie je, ik wist het. Jij bent niet te vertrouwen, maat. Ik heb groot nieuws. Heb je het gehoord? De detective-sprongteur werkt nu samen met Hare Zuurigheid Greep. Is dat niet leuk? Helemaal niet waar, maat. Wat lieg jij? Jij zit ook te liegen. Je zit allemaal te liegen. Hier zijn niet van die glimoogneusmannen. Glimoog? Glimneuslampmannen. Geen zorgen om mij. Ik heb nooit iets misdaan. Ik zou niet eens weten wat een sprongteur is. Sprongteur? Sprongteur. Maat, show yourself. We gaan door. Kistjes? Zou er echt wat in deze kistjes zitten? Oh ja, toch wel echt. Oh nee, de deuren gaan dicht. En er is weer een pamflet. Maar eerst wil ik dat kistje daar hebben. Ik mag niet naar het kistje toe. Ik laat het briefje achter als gids. Voor het geval dat er iets met me gebeurt, de deur gaat open als de voorwerpen die wat met elkaar delen worden onderzocht in de juiste volgorde ook echt. Het is een bericht van de detective-sprongteur. Oké, eerst maar eens dit kistje. Iets dat alle voorwerpen met elkaar delen. Ik vertrouw al deze mannetjes niet. Ik denk helemaal niet dat hier van deze gasten kunnen zijn. Zie je wel? Hier is niks interessants. Kijk, zie je? Deze staat ook voor een knop. Ja, hier staat iemand voor de tweede ding. Zie je? Daarachter zitten twee bolletjes namelijk. Wegwezen daar. Doorlopen. Oké. Het ziet er niet heel makkelijk uit eigenlijk. Het ziet er best wel moeilijk uit ook. Ik heb hier net opgeruimd, dus blijf van de standbeelden af. Show yourself. Ja, maar hoe moet ik nou weten welk standbeeld goed is? Hier staat, deze staat aan. Kunnen we dan ook nog naar boven? Hier was strikken, meneer. Ik denk dat dit het tweede voorwerp is. Dit zal het vierde voorwerp zijn. Is dit de eerste? Waar is de derde dan? Zou dat deze zijn? Omdat deze omgedraaid staat en dit is ook het derde standbeeld. Oké, let's go. Relief van een sprankelkristal. Dat zou de nummer 1 zijn. Hier is nummer 2. Het roze kristal. Geen idee wat die dan allemaal met elkaar te maken zouden hebben, maar goed. Ja, ik denk echt dat dit nummer 3 is. Oh nee. Is dit de andere puzzel? Moeten deze gewoon allemaal recht staan? Gaat dan de deur open en zit daarachter dan het derde dingetje? Ja, oké. Maar wacht even, nu kunnen we waarschijnlijk ook naar boven. Dit is nummer 3. De gouden bust van de Estates. Moeten we deze dingen dan weer draaien zodat die andere op de goede plek komt te staan of zo? Ik snap het niet. Misschien moeten we deze 3 keer draaien, want ik denk dat dan, als deze het zou zijn, zijn gezicht er nu weer naar voren staat. Kan ook zijn dat alle neuzen naar links moeten? Kijk! Ja, dat is het. Er was een geluid boven en de neuzen begonnen even te knipperen. Ik dacht dat omdat het beeld hierboven ook de neus naar links heeft. Ja! Kijk, dat is hem. Nice! Oké, dan moeten we alleen nog het beeld met de 4 ding knopjes eventjes onderzoeken. En dat is deze vaas. De Telota-kruik. Top! Kijk, nu gaat het deurtje open. En zal die zich dan gelijk hierachter bevinden? Dit was wel een flinke puzzel, joh. Hallo, meneer. Detective, hier ben ik dan. Huh? Is dat gewoon mijn maat? Dat is de hulpdetective. Wat doet hij daar? Ik ben hier om de detective-sprongteur te zoeken, net als jij. Oké. Ik ben tot de conclusie gekomen dat die in deze kamer zit opgesloten. Er zijn 4 detective-sprongteurs. We moeten onthullen wie de echte is. Hoe moet ik dat weten? Laten we met ze praten en kijken of we kunnen ontdekken wie de echte detective is. Laten we het eens gaan checken. Ik ben het. Dat zie je zo. Schiet op. Gebruik je spurrekana. Ik denk niet dat hij het is. De echte detective-sprongteur natuurlijk. Ik ben blij je te zien. Zou kunnen. Ik heb een hoop moeten doorstaan sinds haar zuurigheid Grape me vindt. Tijd om te ontsnappen. Het zou hem kunnen zijn, die tweede. Ik hoef niks te zeggen. Je logica heeft je al ver gebracht. Ik weet zeker dat een helder moment je naar de waarheid zal leiden. Ik ben de echte detective-sprongteur. Laat me eruit en dan lossen we dit zaakje samen sneller op dan dat je neppert kunt zeggen. En als we klaar zijn, zou je dan mijn hulpdetective willen worden. Ik denk dat het de tweede is. Ik denk dat deze het is. Zou het kunnen? Zou het zo kunnen zijn? Dat dit de... Ah, nee, het is een neppe. Ah! Potverdikkie. Een helder moment. Oké, dan gaan we voor de derde. Oké, maar ik weet het niet zo goed. Ik was echt overtuigd dat het de tweede was. Ja? Ja! Ja, dit is hem. Deze had vertrouwen in mij. Blind vertrouwen dat een helder moment mij zover zou brengen dat ik hem zou herkennen. Ja hoor. En dan is het nu tijd om te ontsnappen. Ja, let's go. We hier zeker ook nog van alles gaan oplossen, joh. Loopt hier dood. We moeten een andere uitweg vinden. Maar hier is iets mee. Met dit ding. Hij denkt dat we terug moeten gaan. Oké. Hé, hij heeft een camera bij zich. Volgens mij moeten we het ding herkennen wat eerst niet in de andere zaal stond. En ik denk dat dit bord daar niet stond. Ik denk dat we die moeten onderzoeken. Nee. Ik zal de foto die ik net heb genomen ophangen aan de muur. Misschien hebben we daar wat aan. Oké, is goed. Oké, dus er stond een tandwiel met een schilderij. Huisje. Is het niet gewoon hetzelfde? Er zal wel wat met dit kasteel zijn. Ik denk het wel.
Dat het schilderij net anders is. Oh, wacht even. Dat vergrootglas, dat stond er niet. Dit stond er niet. Wat is daarmee dan? Wat ziek idee. En we kunnen door. Oké, maat. En we kunnen hier nog even naar beneden. Want hier zit weer een kristal in de grote kist. Daar is die. Dank u. En door. Oké, we zijn er nu bijna uit, denk ik. Iemand roept ons. Dat is ons hulpje. Die zegt deze kant op, schiet op. Zegt hij. De uitgang is deze kant op. We moeten opschieten. Wacht even. Voordat we gaan, wil ik je eerst een paar simpele vragen stellen. Want is dit wel echt het hulpje? Zoals je weet, ligt er geen enkel kussen op de bank in ons kantoor. Als je er een kussen voor zou kopen, welke kleur zou je dan kiezen? En hij zegt, waarom stel je me dit soort vragen? Maar paars zou leuk zijn. Mooi. Volgende vraag. Als je iemand ontmoet om 9 uur, hoe laat kom je dan aan? Wat? Oké, dit is weird. Dan kom je aan om 9 uur, zegt hij. Nog één vraag. Wat vind je van dat Grape-figuur? Ah, harenzuurigheid Grape. Ik bedoel, ja, zie, je hebt je verluld. Jij bent geen hulpje. Jij bent een neppert. Jij bent een kopie. Een niet te vertrouwen kopie. En daar is die. We hebben hem gevonden. Hij ligt op zijn knieën. En de uitgang was helemaal niet daar. De uitgang is hier. Doei! Blijf jij maar lekker hier bij je zuurigheid, Grape. Yeah! Zo, meneertje, jij bent ook weer vrij. Er hoeft er niet zoveel meer nu hier, volgens mij. Hier is er nog één. Beneden één. Dus twee. Die twee daar hebben we. Dan daarboven nog één. We hoeven er nog maar 3. Oké. En die 3 komen dat denk ik wel overeen met de 3 die we hier nog gaan vinden. De zeemermin en de kung fu man volgens mij. Ja, en dan hebben we hier natuurlijk nog de ijsschaatsen. En die gaan we nu even doen. We gaan even terug naar Frozen. Daar is ze weer hoor. Yay! Er is weer een nieuwe parada. Oh nee, en er zijn ook weer nieuwe bad guys. Oh, ga nou eens weg, joh. Wij zijn toch de betere schaters. Kijk ons eens. Nee, joh. Ik heb daar geen tijd voor. Wat een idee. Oh. Dat is 1. Ja, 2. Oh. Rustig. 3 en 4. En daarboven. 1, 2, 3. Hoppa. Het is ons podium. Tada. De parade gaat weer beginnen. Yay. Iedereen wil zien dansen op het hoofdpodium. Nou, wat mooi. La la la. Dit is wel echt gezellig. Laten we hier een pirouetje doen. En hier. En hier. Bij alle sterretjes. En hier dus. Ja. Wat een ziek idee. Oh, daar zijn weer bad guys. Ga eens weg. Kan ik op het podium? Ja, ik kan wel op het podium. Wegwezen allemaal. Hup. Huts. En jump. Oh, ik had daarop moeten springen. No. Daar sprong ik hoger, maar ik heb de ster gemist. Dat is zonde. Dat is heel zonde. Laten we samen dansen. Oké, is goed. Ik heb hier ook weer een ster gemist. Ik ben veel te langzaam. Veel te langzaam. Heel veel te langzaam. Of misschien haal ik het alsnog. Nee, ik haal het net niet. Kijk, ze is even mooi dansen allemaal. Ze doen in ieder geval wel hun best. Dat vind ik leuk. Hoppa. Laat het podium lekker schijnen. En wat een ziek idee. Ja, die was mooi. Dat was een mooie jump. En daar krijg ik dan geen prijs voor. Dat vind ik jammer, hè? Dat vind ik heel jammer. Oh. Wacht even. Intermezzo. Moet hij hier op het podium. En draaitje doen. Allemachtig, wat prachtig. Ik heb echt alle kristallen gemist. Sukkel. Maar daar is het hoofdpodium. Maar daar is ook een hoofdvijand zo te zien. Ziet er wel vet uit. Sorry voor het wachten. Ik ben hier om de parade af te sluiten. Blablabla. Deze parade is voor iedereen. Oh, nou niet voor iedereen. Niet voor de bad guys. We moeten de parade terug in handen krijgen. Peach is goed. Ik ga hier naar boven. Ik zie jullie zo. Hier ben ik. En daar zijn jullie. Tijd voor de echte finale. Kan ik jou slaan hierachter? Op z'n bakkes. Dat is jammer. Let's go. Let's go, guys. Kom jullie allemaal bevrijden. Jullie ook. Lekker. Oh, ik heb er echt superveel al bevrijd. Dat is heel nice. Oh. Ik was te snel. Maar dat geeft niet. Hoppa. En deze. Daar hebben ze allemaal. Wat? Hoe? Nou, gewoon chillen met mijn matties. Hij heeft geen kracht meer over. Maar wij wel. Hoppa. Maak hem duizelig. Nou, dat ging best wel snel eigenlijk. Kijk eens. Het hoofdpodium is weer mooi. Ja, dit ging vrij soepel. Tenminste, het ging snel. Ik heb niet alle kristallen, maar... Hè? Dat maakt niet uit. Kijk, en deze sprankteur die kunnen we ook even gaan bevrijden. Oftewel, we gaan nog meer schaatsen. Yes. Schaduwpodium op het duistere ijs. Niet echt een verrassing dat zij ook hier zijn. Nee, zij zijn altijd overal waar wij ook zijn. Pak ze aan, hoor. Wat ziek idee. Oh, rustig. Hoppa. Hoppa. Oh, shit. Dit ging helemaal fout. Maar maakt niet uit. We pakken ze alsnog aan. Wat? Kom op, Peach. Je bent al 2 keer geraakt. Nou ja, ik ben al 2 keer geraakt. Ik moet niet Peach de schuld geven. Dus
is mijn eigen schuld. We nemen het podium. Oké, dan moeten we springen. En draaien. En springen. En draaien. En springen. Ja. Yes. Het ziet er echt een beetje uit als een amiibo zo. Op dat kleine podiumpje. Oké, we gaan door. Hey, daar is ze. Dus ijskoningin schaatsprankteur. Ze heeft het wel heel koud zo te zien. Zo, dit is echt een mega lach. Wie lacht daar zo hard, gek? Ben jij er nou weer? Bro, jij bent overal gek. Zijn jullie hier voor mijn beste optreden ooit? Of misschien komen jullie me lastigvallen. Net als die sprankteur. Sowieso kom ik jou lastigvallen. Ik weet niet wat jou van plan bent. Ik weet ook niet waar je naartoe gaat. Ik weet niet wat de deal is met jou. Oké, hij is duizelig. Hij is duizelig. Hotza. Gooi hem aan de kant. Bam. De donkere kracht wordt zwakker. Ja. Nou, dat had ik al verwacht. Wat ziek idee. Ga je nou doen? Hé? Wat is nou je plan? Je gaat weer in de grond stampen, zeker? Alalalala. Dan gewoon even dit een beetje ontwijken. Zo. Dat is easy. Oeh, oeh. Dat was bij je. Dat was nog een tweede lading. Later. Bam. Wat is dit? Tijd om te schitteren. Oh, dan moest ik springen. Dat wist ik niet. Dat wist ik toch allemaal niet, joh. Dat moest. Maar ik heb wel alles gepakt. Kijk. Nu hebben we de sprankteur soort van bevrijd. Oh, ik moet denk ik... Ja, ik moest een rondje om hem heen draaien. Oké. Dan gaat het goed. Ah, ziek idee. Doei. En welkom, sprankteuze. Ja, deze ziet er wel leuk uit, hoor. Deze ziet er heel cool uit. Een ijsblaadje om de oren heen. Oh, maar het is nog niet klaar, blijkbaar. Oh, nee. Oh, dat gaat nog even helemaal fout. We moeten wegwezen hier. Oh, snap. Volgens mij kunnen we daar langs ontsnappen. Oké, als jij de deur even openmaakt. Deze kant op. Laten we tegelijk springen. Is goed. Daar gaan we. Woe. Ik zou even snel doorschaatsen. Als ik jullie was. We kunnen het. Als we samenwerken. Oké, dat is goed. Draaien. En draaien. Nog meer draaien. Muntje pakken. Nog meer draaien. En spring. Oh, ik bedoel spring. I pressed the wrong button. Ik bedoel spring. Go. Die hebben we. Ja, deze hebben we. En dan gaan we onderlangs. Hebben we die ook te pakken. En jump. Lekker. Nog een keer. Het gaat hartstikke goed. Het gaat hartstikke chill. Pakken deze muntjes. En we gaan door. Ziet het er mooi uit, zeg. Oh, het ziet er prachtig uit. Hoe kom ik nu daarachter? Oh, ik denk gewoon hier naartoe. We gaan gewoon terug. Zo. Ja hoor. Oh, en door. Ah, we moeten wel snel zijn. We moeten heel snel zijn. We zijn ook snel. Is geen enkel probleem voor Peach en sprankteurin. En jump. En nog een keer. Niet de verkeerde knop drukken. En de laatste, denk ik. Wee! Kijk eens hoe elegant. Hartstikke idee. Elsa is er niks bij. Je optreden was toverachtig mooi. Nou, jij mag jezelf ook niet uitvlakken, hoor. En daarmee komen we aan het einde van deze video. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. We zijn bijna klaar met deze serie. Ik zie je bij de volgende. Mazzel!